Nogmaals een hele goede avond en welkom. U weet dat het vandaag een regenachtige dag is. De lokale media die zijn in elk geval hier vertegenwoordigd. De belangrijkste zijn hier vertegenwoordigd. Maar het kan ook komen door de boeren. Er komen geen boeren. Ja, maar mensen die komen uit die elders een afspraak hadden, die zijn belemmerd in hun doorgang op de verschillende wegen in het land. En als je dat volgt, dan zie je van hoe er met twee maten wordt gemeten in dit land. De boeren krijgen doorgang. Ze krijgen bussen om te gaan demonstreren. En tegelijkertijd, omdat ze veel stikstof produceren, het vee in elk geval, niet de boeren zelf, de klimaatactivisten. Dus die tegengestelde belangen van dat wij vechten voor controle over het klimaat, het verminderen van stikstof en andere problemen, plastic, waar we het straks over zullen hebben. Hoe dat gaat in dit land. We moeten met z'n allen een keertje opstaan. Ja. Hetzelfde doen als wat de boeren nu doen. Maar daarom juist is het heel belangrijk, want de huidige president van de Verenigde Staten, die zegt America first. Het wordt tijd om hier te zeggen Zuidoost first. Yes. En het is van belang dat de lokale media die het initiatief hebben genomen om te gaan samenwerken. Eigenlijk was dat niet alleen dringend noodzakelijk, maar het biedt perspectieven. Het biedt perspectieven voor de lokale media zelf, maar ook voor heleboel stakeholders en players in het veld, waaronder de overheid. Als we de burgemeester horen zeggen bijvoorbeeld, van de criminaliteit, dat moeten wij ontmoedigen door in de buurten, in de wijken, in de stadsdelen actief te zijn, dan is er een rol weggelegd voor de lokale media. Ook op ander gebied, werkgelegenheid, zorg. Als we vanavond hier gaan praten over de containeradaptanten, is er ook een rol weggelegd voor de lokale media. Alleen, in geen enkel beleidsstuk vanuit de Stopera zie je één zin dat te maken heeft met lokale media. Dat is iets waarover we ons zorgen moeten maken. En misschien dat het nog komt. Maar goed, samenwerken is ontzettend belangrijk. Wij weten dat ook vanuit Amstel 1 er plannen zijn om de boel te gaan verstedelijken. Grote partijen hier naartoe te halen die de kleine organisaties proberen over te nemen. Waar blijft dan het buurtinitiatief? De gelden worden op één hoop gegooid, zodat er zogenaamd meer efficiëntie komt en meer professionaliteit. I don't know. Ook een rol voor de lokale media om daarover te rapporteren, maar ook na te gaan van hoe het zijn impact heeft op de lokale bevolking. De lid van het DB die is hier aanwezig, gaat twee heel belangrijke onderwerpen bespreken samen met een aantal mensen die hier aanwezig zijn, de zogenaamde containeradaptanten. Maar een bijzonder bijzonder welkom aan het adres van Stefano Stoffel. Hij is duo-lid van het waterschap Amstel-Gooi en Vecht, AGV. En ze doen belangrijk werk waarvan wij eigenlijk niet weten wat ze allemaal doen. De droogte, klimaatverandering, wat er gebeurt in de hele wereld, in Afrika vooral. Maar ook hier. Daarom is het van belang om te weten wat we doen met water. Hoe belangrijk het voor ons is. En Stefano gaat ons daarover vertellen water, ja, dat is iets, staat zelf in de Bijbel, water mag schonen enzovoort. In de wintercultuur gebruikt men water om
om dingen schoon te maken. In de woestijn. Als je één druppel water niet hebt, ga je dood. Ja, wat is sterk. Water of vuur. Maar je hoeft niet op alles te reageren, hoor. Ja? Goed. We gaan de avond openen met Stefano. Hij gaat praten over water. De belangrijkheid en toenemende schaarste aan water. Wat doet nou het AGV, waterschap Amstel Gooi en Vecht? En wat kunnen de mensen zelf doen? En welke rol speelt de lokale media hierbij om de mensen te informeren daarover? Een applaus voor Stefano Stoppel. Mijn naam is Stefano Stoppel, deellid van het waterschap Amstel Gooi en Vecht. Ik ben onlangs, als ik me niet vergis, in mei ben ik beëdigd in deze functie. En ik ben van de partij van de Arbeid, zit ik in het waterschap. We hebben een hele leuke fractie binnen het waterschap. Het is een fractie van 5 man en vrouw. Er is 1 vrouw. Zij heet Bea de Bissonnier. En Bea is dagelijks bestuurder binnen het DB van het waterschap. Frits zei het al het een en ander erover over water. Kijk, water is heel belangrijk binnen de wereld, hè? Of in de wereld, maar ook in Nederland. Maar ik denk dat water aan de ene kant van iedereen is, maar ook niet van iedereen. En je hebt drinkwater, maar je hebt ook gewoon water, hè? Zeewater. Het water, volgens mij, als ik me niet vergis, bestaat de wereld voor 70 of 80%, corrigeer me hoor, uit water. En water omringt ons overal. En we kunnen er niets aan doen, maar het grootste deel van het water is natuurlijk, of niet natuurlijk, is sowieso zoutwater. En als mens kunnen we geen zoutwater drinken, we hebben zoetwater nodig. En om zoetwater te kunnen drinken hebben we dan de drinkwaterbedrijven nodig, de waterleidingbedrijven, die daar allemaal voor zorgen. Ik heb ook 3 gebieden die onder mijn, waarvan ik woordvoerder ben, dat is Zuidoost natuurlijk, Wees en Diemen-Zuid. Dus als jullie wat hebben over het waterschap of over water ten aanzien van mijn hoofdgebied, kunnen jullie mij gewoon aanklampen en dan kan ik dat kijken wat ik daarmee kan doen. Sowieso binnen de fractie kan ik het aankaarten of ik kan schriftelijke vragen stellen of een motie indienen, etc. Als jullie de klappen van de zweep kennen binnen politiek land, dan weet je hoe het allemaal toe gaat. En dan kan ik ermee aan de slag. Ik heb van enkele bewoners heb ik inmiddels bepaalde vragen gekregen. Ten aanzien van bodemdalingen, als ik me niet vergis, in de E-buur, etc. Dus dat soort zaken neem ik dan mee om dan te kijken wat ik voor de bewoners kan betekenen op dat vlak. Ik ben Manti, ik weet niet of u mij kent, yeah. Van Radio Mandé Vruba. Mijn vraag is, is dit een vraag of? Ja. U heeft het over, u bent de eerste autochtone op Donkerman, yeah. In de waterschap. Mijn vraag is, wat wil u gaan doen om dit rustig aan de Algetoon gemeenschap te verspreiden? Wat verwacht je van ons? Want mijn radio doe ik in mijn eigen taal, yeah. Meestal, want de meeste van mijn achterban spreken geen Nederlands. Yeah. Okay. Maar wat je nu praat over, ja, mensen moeten zich betrekken tot de politiek en de waterschap. Veel mensen weten niet eens wat de waterschap is. Yeah. Hoe kunnen we dat rustig aan mij? Aan onze achterban brengen? Dat is mijn vraag. Is een goede vraag. Laat me alvast eerst zeggen dat ik binnenkort een. Laat me even teruggaan. Binnen mijn portefeuille heb ik ook 2 speerpunten: en dat is diversiteit en waterstaatsgeschiedenis. En ik heb vanaf het begin dat ik binnen de fractie zit, of in de fractie zit, heb ik dat ook direct ook aangekaart. Dat er meer diversiteit komt binnen het waterschap. Ik moet wel aangeven dat er procentueel toch een aantal vrouwen zitten binnen het waterschap. Maar er zijn geen gekleurde vrouwen, laat me dat ook aangeven. En, maar om meer kleur, diversiteit te brengen binnen het waterschap, heb ik binnenkort, op 29 oktober, als ik me niet vergis, heb ik een afspraak met de dijkgraaf. De dijkgraaf is de hoogste baas van het waterschap. Is eigenlijk de burgemeester of de commissaris van de koninkrijk. Is eigenlijk zo'n vergelijkbare functie van het waterschap. En dan ga ik het hebben over diversiteit met hem.
Wat ik eigenlijk wil bereiken is, wat ik ook met hem wil bespreken, is om te kijken van hoe wij op een goede manier gebruik kunnen maken van de lokale media. Kijk, van de Antena Patrick. Ja. De lokale media om bekendheid te geven aan het waterschap. En hoe we vooral, ja, ik ben daar al oud, maar de jongeren kunnen bewegen om deel te kunnen nemen aan het waterschap. Door ze informatie te geven. Dus ik ben bereid om langs te lopen bij de radiostations, kijk ook naar Glenn, om het een en ander te vertellen. Om de gekleurde jongeren, zeg maar, te betrekken bij het waterschap. Want het is nodig. Het is nodig. Dus op het moment dat zijn termijn is verlopen, zal ik mijn best doen om het, de TVC, het wordt ook opgenomen, om te kijken als ik een jongere van Zuidoost, Afro of wie dan ook, maar in ieder geval uit Zuidoost, kan interesseren om jeugdbestuurder te worden van het waterschap. Enerzijds zodat dat ook een voorbeeldfunctie is naar de andere jongeren binnen het land, want er zijn, zoals jullie vanavond kenbaar maken, er zijn 21 waterschappen. En binnen de grote steden, zijn multicultureel, dat weten jullie allemaal. Daarbuiten wonen meer autochtone Nederlanders. Maar eigenlijk, het bulk van de stemmers van de waterschappen zijn wij hier in de grote steden. Dus het zou ook goed zijn als wij goed vertegenwoordigd zijn binnen het waterschap. Dus als ik altijd daar binnen loop, ja, I'm the only one. Als jullie mij uitnodigen, kom ik langs om het verhaal te vertellen. Oh, we hadden nog een vraag hier. Ja. Mijn naam is Anita Marcus. Ik ben containeradoptant, maar het gaat ook over waterschap. Ja. We leren de kinderen, de jongeren, de mensen om ons heen, zelf afdeling wonen, leren de mensen hoe je met water moet omgaan. Ja. Voor het eerst zie ik jou. Waarom kom je niet naar de mensen toe in Zuidoost? Ja, ja. En dan heb je meer bekendheid. Ja. En dan neem je ben je een simpel voorbeeld voor de jongeren. Goeie vraag. Waarom zeg ik dat een goede vraag is? Het waterschap heeft ook projecten, hè? En misschien moet ik met jullie, met de jongeren, in gesprek gaan en kijken wat voor projecten ik vanuit Zuidoost zou kunnen aankaarten bij het waterschap en waarvoor ik geld zou kunnen krijgen om dan iets mee te doen, om meer bekendheid te geven aan het waterschap onder de jongeren. Want die mogelijkheden zijn er, ik kan me herinneren. In het Amstelgebied was er de afgelopen tijd een project ontwikkeld, ik weet even niet meer hoe het heet. En werd er dan aan de jongeren in die omgeving aandacht besteed aan het water. Over waterprojecten, et cetera, wat er allemaal met water gedaan kan worden. Ook ten aanzien van waterbesparing. Dus het is heel goed dat u het aankaart. Ik zal het meenemen en dan kan ik het gooien in de fractie. Gelukkig heb ik binnenkort ook het gesprek met de dijkgraaf. En dan kan ik kijken wat ik voor Zuidoost kan betekenen in deze, ook voor de school. En ik zal u mijn telefoonnummer geven, kunt u contact met me opnemen. Om dan loop ik langs, om dan via de scholen te zetten, om dan de bekendheid te geven van het water in Zuidoost. Ja. Ja, water is overigens erg interessant. Dat, ik heb ook water in mijn portefeuille, want niet al het water valt onder de waterschap. Dus dat is heel erg belangrijk. Voor de stad is het heel belangrijk, omdat we nu ook te maken krijgen met grote hoeveelheden regenwater ineens, door de natuurveranderingen, hè, door de opwarming van de aarde. En daar zitten we heel erg mee. Een van de dingen die wij proberen te doen is het project Groen in de Buurt. Waardoor we proberen tegels uit de stad te trekken. Zodat het water niet wegstroomt richting het waterschap, om het zo maar te zeggen. Maar dat het in de grond komt, want dat is heel belangrijk. Nederland verdroogt. En dat vind ik best wel knap. Want we zijn ontzettend waterrijk. En als je dan toch erin slaagt om te verdrogen, ja, dan doe je iets niet goed. Maar dat is een andere chapitre. Wij gaan even over naar het vuilplan. Ja, het is inderdaad zo dat we nu te maken hebben in de gemeente Amsterdam met twee organisaties die hiervoor van belang zijn. Dat is Stadswerken en dat is afval en inzameling. Inzameling en afval. En het is door de veranderingen in de gemeentelijke apparaat voor mij best lastig geweest om een nieuw beleid uit te gaan zetten namens het DB. Echter, we zijn aardig op weg, omdat nu een aantal dingen nu toch wel bezig gaan. En een van de punten is dat wij al als gemeente al heel lang geleden hebben besloten om ondergronds afvalcontainers uit te gaan rollen in heel Amsterdam. Dus ook in Zuidoost. En dat gaat nu stukje bij beetje gebeuren. Maar ja, je ziet natuurlijk wel
dat er dan ook een andere soort problematiek meekomt. Die problematiek is dat als het vol is, of als mensen geen zin hebben om een vuilniszak erin te stoppen, of omdat er nog andere redenen zijn, bijvoorbeeld het is te ver weg, dan zetten we dus overal vuil neer, waardoor we allerlei problemen importeren in Zuidoost. Een belangrijk gevolg van onder andere de bijplaatsingen van vuilniszakken, want dat is de nummer 1, het nummer 1 probleem hier in Zuidoost, is dat er ratten komen, veel ratten. En daarom ben ik heel erg gemotiveerd om ervoor te zorgen dat wij met z'n allen in Zuidoost dit gaan verminderen. Ik vind zelf dat de gemeentelijke diensten goed optreden. Als je dus via de app Verbeter de Buurt een melding maakt van zo'n vervuiling, dan wordt het vrij snel opgepakt. Maar ja, goed, als je een vuilniszak neerzet, dan zijn de dieren er zo bij. De honden, de katten, de meeuwen. En ja, dan kan je nog zo goed willen poetsen als gemeente, maar het is dan al gebeurd. Daarom hebben we al een hele tijd in de gemeente, maar dat is een tijdje in Zuidoost een beetje ondergeschikt gebleven, een programma van containeradaptanten. Containeradaptanten, dat is eigenlijk precies wat het zegt. Namelijk, er is een ondergrondse afvalcontainer in de buurt van waar je woont. En die adopteer je. Nou, straks zal ik aan de personeelsleden van de gemeente zelf laten hoe ze dat precies doen en wat je daar precies voor krijgt. En er zijn ook twee containeradaptanten die vertellen wat ze doen en waarom ze doen. Dus dat zijn voor mij inderdaad de helden van Zuidoost. We hebben er nu al 50 en we begonnen met bijna 0, zal ik maar even zeggen. Dus ik ben daar heel trots op dat onze gemeente dat zo goed oppakt. Een ander punt waar ik heel erg trots op ben is dat we voor de H-buurt extra geld hebben gekregen om extra schoon te maken. Dat heeft ermee te maken dat de H-buurt een ontwikkelbuurt is. Daar is geïnventariseerd welke plekken vuil zijn en daar wordt elke dag langs gereden door de ophaaldienst. En ik denk dat je kan zeggen dat de H-buurt echt een stuk schoner is geworden door deze inspanning. Alleen, het is een tijdelijke kwestie. Dus wij hopen dat het zo schoon wordt dat de mensen ook gemotiveerd zijn om het schoon te houden. Maar goed, we moeten natuurlijk ook voorbereid zijn dat als er toch gestopt wordt met die extra inzet, dat het dan weer terugvalt. En dan hoop ik dat er genoeg containeradaptanten zijn die voor ons op straat willen kijken hoe het ermee zit en ons willen inschakelen. Nou, tot slot wil ik nog heel kort vertellen over dat we een prullenbakkenplan hebben. Want dat is ook heel erg belangrijk. We zien in Zuidoosten prullenbakken die heel erg makkelijk voor de dieren zijn. Namelijk de vogels kunnen het er zo uithalen. Dat wordt stukje bij beetje wordt dat verbeterd. Ik wil daar wel eerlijk over zijn. We hebben niet geld om al onze plannen meteen te gaan doen. Dus we hebben een plan, maar we rollen het zo een heel klein beetje uit. Wat we nu als eerste gaan doen is het rond iets. Maakt niet uit. We zijn nu rond het arenagebied begonnen, omdat daar echt met alle evenementen de vervuiling het sterkst is, om daar heel veel nieuwe prullenbakken neer te gaan zetten. Dus ga daar eens kijken, want ze worden daar nu allemaal neergezet en al die oude worden vervangen. En dat zijn die mooie, huftevrije proefvuilnisbakken waar de dieren niet in kunnen. En die je ook gewoon in brand kan zetten zonder dat er iets gebeurt, want dat gebeurt dus. Hè. Mensen zetten zo'n vuilnisbak in brand, dat is echt vreselijk. Alleen die zijn niet goedkoop en daarom kunnen ze maar een stukje bij beetje uitrollen. Mijn persoonlijke wens is dat we, nadat we de arenagebied hebben gedaan, alle speeltuinen gaan doen. Want het stoort mij met name dat er heel veel vuil soms ligt in speeltuinen. Omdat mensen het netjes in de vuilnis doen, maar dan halen de dieren het er weer uit. Ja, dan ben je net zover. Dus dat is het verzoek wat ik nou heb neergelegd en wat dan misschien per 2020 gaat lukken. Dan wil ik graag het woord geven, denk ik, aan jullie twee. Kom maar verder. Dit zijn mijn ambtenaren, mijn helden. Dit is Anne. Ja. Nou ja, doe het zelf maar. Doe het zelf even. Goedenavond, om in eerste instantie mij voor te stellen. Ik ben de stedelijke projectleider van adoptieaanpak. En dat betekent dat ik dus over heel stad in alle stadsdelen alle beste praktijken samen met de adoptanten en coördinatoren, waar Joan een van is, aan het ophalen ben. En dan gaan we het beste introduceren in de hele stad. Dit jaar is directie van afval en grondstoffen per 1 november gaat van start.
Dus vanaf dat moment willen we in alle stadsdelen aan de bewoners hetzelfde bieden. En zoals Jacob aangaf, was het in Zuidoost een beetje ondergeschikt afgelopen tijd. Maar nu onder aanvoering en initiatieven van Jacob hebben we naar hem geluisterd. En gaan we Zuidoost aanpakken en zoveel mogelijk adoptanten waar nodig is en waar jullie bewoners dat nodig vinden, werven. Over hoe dat gaat en hoe dat gedaan wordt, daar geef ik al woord aan John, omdat dat is eigenlijk coördinator die het werk in de wijken doet. Dus aan haar het woord en straks komen de adoptanten aan het woord, die eigenlijk het meeste verdienen. Goedenavond, dames en heren. Mijn naam is John Wongse Mengolo en zoals mijn collega dat al zei, ik ben containercoördinator voor Zuidoost. En u zult zich afvragen van wat krijgen de adoptanten? Zij doen wat voor jullie, wat geven jullie de adoptanten? Als eerst krijgen de adoptanten van ons een schoonmaakpakket, dus om de omgeving van de containers schoon te houden. In het schoonmaakpakket daar zitten een stofremblik, straatbezem, een sleutel van de container. Bij de container, aan de zijkant van de container, zit er namelijk een deurtje. En die kun je dan openen met de sleutel die je dan van ons krijgt. Er zijn soms spullen die dus niet door het klepje kunnen. Maar dan kun je daar dus de deur openen, het deurtje. En de iets grotere spullen daarin doen. Verder krijgen ze een speciaal nummer die ze kunnen bellen. Als er dus hele grote spullen, dus echt grof vuil, naast de container staat. Dat nummer is uitsluitend voor adoptanten. En als ze een melding doen voor 12 uur, wordt die nog dezelfde dag opgeruimd. En een melding na 12 uur wordt dus binnen de volgende werkdag opgehaald. Verder zitten dus in het schoonmaakpakket ook nog handschoenen, knijper, een ring en vuilniszakken. Verder krijgen de adoptanten van ons, dus ook als dank, per jaar, één keer in het jaar een uitje. Verder bijeenkomsten, dat ze dus andere adoptanten leren kennen, ervaringen uitwisselen. Aan het eind van het jaar of in het begin van het jaar een bijeenkomst, een nieuwjaarsbijeenkomst. Ik ben containeradoptant, maar al 3 jaren, vanaf 2017, nu zijn het 2 jaren. En hoe ik het doe, ik heb alle bewoners van verschillende hoven gevraagd om containeradoptant te zijn. John die is ons, heeft ons benaderd en samen kijken we in de wijk hoe wij uitkomen. Als de bewoners, ik woon in Millingenhof, als de bewoners zien dat ik iedere ochtend of iedere zondagochtend of als het grofvuil opgehaald is, gaat prikken, schoonmaken, dan kijk, heel Nederlandse kleuren, hè? Dan kleuren ze ze zien en dan hebben ze respect voor mij. En dan weten ze, hey, dit kan ik niet doen. En daardoor, door gesprek met hun, kan ik ze wijzen dat ik containeradoptant ben en dat ik de omgeving schoon wil houden, vooral wat de rattenplaag betreft. Merendeels wat de rattenplaag betreft, de auto's op het parkeerterrein zijn die McDonald's pakjes en zo. Ja, en van de rattenplaagorganisatie hebben ons ook geleerd dat we echt zuinig moeten zijn en dat alles in de container moet. Dus dat was het. Wat is uw motivatie? Waarom wilt u zo graag daarmee bezig zijn? U bent nu aan het woord. Ik ben net als deze mevrouw, 2017 begonnen. En ik moet je zeggen, dat was helemaal niet makkelijk. Maar ik begon me verschrikkelijk te ergeren. De container staat precies tegenover mijn huis. En mijn werkkamer, die kijkt zo naar buiten. En ik zie elke dag of er wat staat of niet. Dus op een gegeven moment begonnen ik en mijn vrouw ons te ergeren aan dit. En toen heb ik op een gegeven moment gezegd van, nou weet je wat we doen?
We gaan containeradaptant worden. We hebben ook in een krantje gestaan van Zuidoost over containeradaptant, mevrouw en ik. Mevrouw is er beter in dan ik, moet ik zeggen. Mevrouw is een Surinaamse dame. En die praat makkelijker tegen de mensen als dat ik dat doe. Ik blijk waarschijnlijk een beetje boos gezicht te hebben of iets dergelijks. Maar het werkt. En ik moet u zeggen, onze straat is op dit moment schoon. Ik wil een ieder hier vragen om te applaudisseren voor de containeradoptanten. Want ze doen geweldig werk. Mag ik u bedanken, meneer en mevrouw? Bedankt. En ik geef het woord weer aan onze man Frits van Eek. Frits, ik wil nog één advies geven aan Glenn. Glenn zegt, waar moet ik met mijn vuilnis naartoe als mijn ding vast zit? Het zal je meevallen dat een ander ondergrondse afvalcontainer in de buurt zit. Dus ga kijken waar die ander is. Hij is in de buurt. Dat is neem ik mee. Applaus voor Jacob Wedermeijer. Ja, oké. We zijn, als ik goed naar de klok kijk, vanavond eigenlijk op tijd. Dat betekent dat we efficiënt hebben vergaderd vanavond. En het was een hele interessante avond. De onderwerpen die langs zijn gekomen, water. Nogmaals dank aan Stefano Stoffel. Zoals ik net aangaf, van op één avond binnen 15, 20 minuten zo ontzettend veel geleerd van waterschap. Van het waterschap vooral, en wat het waterschap doet en hoe belangrijk het waterschap voor ons is. Ik weet niet hoeveel meter Amsterdam onder de zeespiegel ligt, aanmerkend is geloof ik 20, hoeveel? 4? 2 à 3. 2 à 3. Maar dat de dijken zo ontzettend belangrijk zijn voor ons. Als je kijkt, Haarlemmerdijk en weet ik veel, hoe ze allemaal, maar ook hier in Zuidoost zijn er dijken. En als die man met die vinger er niet is, dan lopen we onder. Nee, we hebben Amstel Heineken. Oké, okay. Maar in elk geval, erg veel geleerd en we nemen het aanbod aan van Stefano, dat hij daar bij het waterschap gaat bepleiten, dat de lokale media ingeschakeld worden om veel meer informatie te geven aan de bewoners van Zuidoost. Dat ook een beroep wordt gedaan, vooral jongeren, om zich bij de volgende verkiezingen beschikbaar te stellen, te kandideren voor een plaats in het waterschap. En dat over het algemeen, we kunnen zeggen van het gebruik, het spaarzaam gebruik van water, aangemoedigd moet worden, ook door de lokale media. Vervolgens heel veel informatie van de containeradoptanten, maar in elk geval hebben we ook geleerd van containers, wat die doen. We hebben gemerkt, of tenminste, hier is naar voren gebracht dat er te weinig zijn. Dat de circulatie, tenminste de ophaalcirculatie, eigenlijk te weinig is. Alles heeft te maken volgens Jacob met geld en mankracht. Je kan niet elke dag gaan ophalen. Dat kan niet. Jawel. Ja, maar Jacob vindt van niet. Jawel. Als ze het niet doen, het heb ik de volgende wel zo dat zakken. We proberen echt daar waar het nodig is elke dag op te halen. Dus daarom wil ik nog zeggen, meld het als de container vol is. Want we werken zogeheten met de datagestuurde informatie. Dat wil zeggen, hoe meer meldingen, hoe meer stipjes op de radar, hoe meer men eraan gaat doen. Dus daarom zijn die containeradaptanten belangrijk. Als ze gewoon zien dat het heel vaak vol is, dan wordt het opgehaald. En een ander punt is, als je een rijbewijs hebt, kan je in aanmerking komen om vrachtwagenchauffeur te worden van de knijpers. Dus je kunt gewoon een baan krijgen. We hebben tekort aan de chauffeurs. Ja, ze zijn gewoon banen bij de gemeente. Ja, dus we hebben tekort aan chauffeurs. Dus als de mensen nog een rijbewijs hebben en geen baan, dan kun je doorleren via de gemeente voor een vrachtwagenrijbewijs. Oké, prima. Mag ik daar wat korte vragen op stellen? En als jongeren zijn die toch vrachtwagenchauffeur willen, kan de gemeente hun helpen om aan een rijbewijs? Ja, dat zei je. Het rijbewijs voor de personenauto moet je zelf hebben. Ja. Het vrachtwagenbewijs, die krijg je. En die is ook duur, hè? Ja. Dames en heren, einde van de wedstrijd. Ik wil u ontzettend bedanken